Weet je hoe ik mijn probleem oplos? Door te slapen. Dat doe ik al heel mijn leven. 40. En ik heb meestal maat 36, 37. Maar omdat mijn voeten zo breed is, zit hij precies goed. En hij is ook echt lekker zacht. Dus ja. Nee, wacht, deze... Nog stevige dingen, hè? Stevig. Ik zelf ook stevig. Je bent gewoon een reverse bounty. Je bent gewoon echt een fucking buitenlander met je buitenlandse tijden altijd. Negen van de 10 keer is die ook irritant, maar nu, ik weet niet, het irriteert me gewoon zo erg. Ik kan het gewoon niet omschrijven. Gewoon, ik ben zo snel geïrriteerd, dat is echt niet, man. Dat heb ik echt nog nooit gehad. En ik merk dat mijn agressieproblemen nu echt worden aangescherpt met dit. Maar ja, zoals iedereen heb ik ook een punt waar ik aan moet werken. En ja, geen idee hoe ik het ga oplossen. Maar ja. Weet je hoe ik mijn probleem oplos? Door te slapen. Dat doe ik al heel mijn leven. Als ik problemen heb, ik ga slapen. En dan verwacht ik echt als ik wakker word dat mijn problemen zijn opgelost. Nou, ik ben trouwens ook voor het eerst gevraagd voor een bakprogramma. Een kookprogramma. Wat leuk, jongens. Jullie weten, ik hou van eten maken en zo. Ik weet nog niet of ik het überhaupt mag zeggen. Maar de opnames zijn... volgende week of over 2 weken? Ja, over 2 weken wordt het best wel druk. Want de Tata's 2 gaat in première. Superleuk. Dan komt die op naar zo'n programma. En nog een paar andere leuke dingetjes die online komen. Waar ik volgens mij ook nog niks over mag zeggen. Dat is wel echt via Laurens. Maar binnenkort komen jullie dat allemaal te weten. Echt. Of waarom zit je die geluid uit de tas geluid? Nou jongens, mijn pakketje is binnen. Ik laat mijn pakketjes altijd binnenkomen bij Funix. Een doos in een doos. Hi baby Iden. Praat even niet zo, doe maar vroeger. Hi baby Iden, deze zijn voor jou. Veel plezier ervan. Ah, dit is zo vreselijk. Oh my god. Nee. Jij bent echt een mokrokkel. Ik zie Dion. Oh, ook Louis Vuitton. Nee. Zo cutie. Mag dat? Het is gewoon Crocs, jongen. Ja? Het is gewoon nep, die dingetjes die stikken. Nee. Mond had. Jij zei van, ik heb niemand nodig, bla bla bla. Toen zei ik van, oké, is goed. Maar dan doe jij het lekker. Dit soort dingen gaan komen weer. Nee, nou, het duwertje blok moet je wel kennen. Hey, niemand kijkt Sinterklaas journaal in mijn buurt, sorry. Sinterklaasje nou is al sinds dat wij way back klein zijn. Dat keek ik ook niet. Geen Teletubbies kijken. Dat zijn jouw jeugdtrauma's. Okay. Hey, die leeuw was kapot eng, hè? Of die beer. Ik ben de beer. Ik ben de beer, die is echt eng. Nou, in ieder geval, we dwalen af. Ja. Michael uit Doetinchem, die komt mij even steunen in mijn team. Michael, laat je horen. Ja, wij gaan winnen, want Justy is helemaal alleen. En we staan al 1-0 voor, dus... ja, dat wij gaan winnen, dat is in onze schoot geworpen, toch? Ja, is toch disrespect eerlijk? Ja. Ja, kan sorry. Niet, man. Sorry, sorry, ik ken haar niet. Don't say sorry to us, say sorry to Duurtje Blok. Nee, ik ken haar niet. Vraag 2, hoe noem je iemand die mensen eet? Joes. Joes. Een kannibaal. Dat is goed. Vraag 3, van welke Nederlands artiest zijn tracks, stars en cartoons? Vonneke. Idali. Yes, dat is goed. Op welke temperatuur begint het vriesvullen? Vonneke. Nee, man. Ik was eerder. Nee, ik was echt eerder. Hè? Ja. Maar dan is het al klaar. In principe wel. Voor de vorm gaan we verder. Deze wacht. Nee. En wie durft niet te praten op de naam? Ga ik nieuwe Pace Pass doen, motherfucking Cherry. Laat me even staan. Hey! Michael, laat je horen, doet die gem!
Nou, lekker, ja, ik zal het even uitleggen. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Het was echt een vreselijke dag. Ik weet nog precies wat ik heb besteld. Ik had een kumpier besteld. En het was met de show van Sander. Wat is dat? Een soort van aardappel of zo, toch? Wat potato of zo? Ja, zo'n gevulde aardappel, zeg maar. Mm-hmm. En ja, ik bestelde altijd met mijn eigen naam en zo. Ja, nou, dan komt je telefoonnummer erbij. En mijn bestelling was geleverd. En ik krijg opeens een belletje een uur nadat mijn bestelling is geleverd. Ewa, dit is toch vonneke wonneke of zo? Ik dacht, dit ga je me toch niet menen? Ja, dit ga je me niet menen. Dat ik iets bestel. Ja, nou luister, ik heb dit echt niet gepikt, hè. Ik heb gelijk gebeld naar het bedrijf. Luister, ik vind het echt niet kunnen. En ja, volgens mij is hij ontslagen. Ik zeg tegen Jus, is gewoon rustig papier waar je dit kan neerzetten. Gewoon zo kan maken zo. Hoppa, hoppa, hoppa. Hallo jongens. Nou, ik ben net naar de huisarts gegaan. En ik heb een urinetest ingeleverd. Echt, nobody asked. Maar oké, jullie zijn gewoon mijn digitale dagboek echt. En ik heb dus een blaasontsteking. Maar gelukkig niet dat ik heel de tijd voel dat ik moet plassen. Maar ik moet nu wel 4 keer op een dag medicijnen slikken. En ik haat medicijnen hoor. Ik vergeet ook altijd in te nemen. Maar oké. Okay. Iedereen is wat eerder naar de opvang gegaan. Dus ik heb voor het eerst in de ochtend tijd om mijn haar te doen, make-up. Het voelt echt als een luxe positie dit. Kijk wat. Wat is dit? Dit is zo random. Nou, vandaag is Ieder mee naar mijn werk. Maar voor niks. Vandaag draaien we dubbele uurtje. Dubbele uurtje, factuurtje. En de studio wordt ook helemaal verbouwd. Ik ga namelijk op de bank zitten. Een microfoontje hier. Hey. Is een nachtmerrietje. Het nachtmerrietje voor jou. Ja. Is USB voor jou? Gezellig. Gezellige idee. Nou, hij is lekker rustig hoor. Lekker rustige babytje. Kijk hier in de spiegel. Ziet er niet uit. Je outfit schreeuwt echt smurf. Voor dagen zoals deze heb ik heel weinig tijd om mijn haar echt fliek fliek te doen met Dyson, not sponsored, helaas, ze wouden me niet sponsoren. Ik weet waarom niet met die stoppel zeg maar ik weet ook het verschil niet. En dan kan ik het eerst een beetje uit. Weer een langere tijd. En dan ga ik het niet helemaal vastmaken met klemmetjes hoor, daar heb ik echt geen tijd voor, dus ik rol hem zeg maar altijd eerst op en dan zit hij strak en dan draai ik hem zeg maar zodat hij echt stevig zit, zodat die krul ook stevig wordt. Ik hou stevige dingen hè, stevig, ik zelf ook stevig. Ja en dan kijk, komt er wel gewoon uit. Nou, kijk, mijn haar is binnen 10 minuutjes klaar. Of het blijft zitten is natuurlijk de tweede vraag. Het is 11 uur. Om 12 uur moest ik even weg zijn. En dat is een half uurtje rijden van 4. Dus dat betekent eigenlijk dat we over 7 of 11. Dus dat betekent dat wij over 20 minuutjes moeten gaan. En deze girl neemt de telefoon niet op. Dus dat betekent dat of ze slaapt en we gaan haar laten komen. Of er is een andere reden en we gaan te laat komen. Dus we komen sowieso later. Dus laat me gewoon rustig mijn make-up doen hoor. Want echt waar heb ik al. Je kan zeggen wat je wilt. Maar met op tijd komen zo ben ik echt de tata hè. Ik ben altijd stipt op tijd. En deze meid, ik moet altijd jaren wachten op haar. Sinds ik haar ken. Altijd te laat. Nou, ik heb mijn ontbijt in ieder geval wel op. Dus ik ben gewoon helemaal vergeten. Echt. Toen ben ik aan het praten en denk van. Je bent echt gek als dit je boeit.
Nou, medicines. Eentje innemen. Hoppa. En ik zie ook nog steeds deze van Fingami. Ik heb deze echt al helemaal opgegeten. Oh, er zit nog één in. Oh, lekker. Oh, twee zelfs. Ik mag twee per dag. En nu ben ik boos dat hij op is. Haar, huid en nagels. Want voor de meeste mensen, die weten het al, ik ben bekeerd. Ik weet nog niet of ik het op YouTube heb gezet, maar ik ben dus gestopt ook met het dragen van nagels. En mijn nagels waren altijd echt helemaal dun en kapot en al die dingen. Dus ben ik gewoon even gaan testen. Voordat ik het zeg maar ga promoten. Haar, huid en nagels gummies. En ik gebruik deze olie van Herome. Want je mag dus geen lak op je nagels. Dus ik gebruik gewoon elke dag deze olie. En ik zeg je eerlijk, mijn nagels zijn echt gezond en hard. Dus ik ga weer een nieuw potje bestellen. Ik ben tevreden. Dus ik ga het wel met jullie delen volgende keer. Nou, mijn outfit voor vandaag is dus, dit pak heb ik aan. Ik heb voor het eerst in mijn leven UX gehaald. Ik heb nog nooit UX gedragen, maar ik ben gewoon echt zwaar geïnfluenced. Maar ik heb dus echt hele brede voeten. En dit is maat 40. En ik heb meestal maat 36, 37. Maar omdat mijn voeten zo breed is, zit hij precies goed. En hij is ook echt lekker zacht. Dus ja. Nou jongens, is er eindelijk hoor. Even kijken. 11:41. Toch te laat. Ja, ik had gezegd, jij bent gewoon een reverse bounty. Je bent gewoon echt een fucking buitenlander met je buitenlandse tijden altijd. Ja, we zijn ongeveer een kwartiertje te laat, dus dat is wel op tijd. En ze zeggen altijd, belangrijke mensen komen altijd te laat, hè? Is dat zo? Ja, ik weet niet of ik heb die gezegd gewoon zelf gemaakt. Ik weet nou even niet of het nou echt bestaat of niet. Ik denk niet dat het bestaat. Hoe rij jij? Huh? Wat doe jij? Wat? Dit is richting buiten, hè? Of niet? Of trip ik nou? Ja. Oh. We moeten naar Amsterdam. Ja, ik rij zo altijd als ik iets naar de opvang. Ik nee, we moeten keren, hè? Nee, ik ook zo. Ja, we praatje, want ja. Zie je. Zomaar laat je me trippen. Ja. En dan gaan we vandaag dus wat leuks doen. Ja, jongens. We gaan echt iets leuks samen doen. Maar we gaan nog niks vertellen. Even klappen. Voordat jullie zomaar boze ogen gaan gooien. Dus laat even in de reacties weten. Als jullie, wat denken jullie? Denken. Dat wij gaan doen. Ja. Zo, het ding pleurt ook echt 1000 keer over. En we gaan namelijk wel echt iets doen. En het wordt heel juicy. Ja. Meer kunnen we er niet op zeggen. Als je het niet tegen kan, misschien moet je dan met iemand gaan praten of zo. Wie? Nou, we zijn in Amsterdam. We hebben onze meeting gehad. En ik ga jullie vertellen, jongens, het gaat kapot lid worden. Maar super lid. Ja. Ergens januari gaan jullie het zien. Of misschien eerder. Moeten jullie het zien? Ja, moet. Je gaat er sowieso niet omheen kunnen. The fuck? En nu gaan we even eten. Oh, dit is koud. Drie slagen in de ronde. Zo, waar heb je ontbeten? Een chia pudding. Godverdamme. Is het lekker hoor? Wat? Ja, is ook niet. Ik heb een keertje gegeten, het smaakt echt als zweetsop. Het is ook echt niet iets wat ik zou eten. Ik zou meer een chia pudding. Jij bent meer een chia pudding persoon. Wie ik? Ja, nee, zo man. Fancy zeg maar. Meestal even gewoon een snelle boterham kaas. Lekkere tosti. Ja. Zo loopt het mega snel joh. Deze wijf. Dit toch loopt? Jawel, vette kaas is lekker. Nou jongens, dit was weer what the fuck. Dit was alweer de vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En
Ja, ik weet niet meer wat ik was zeggen. Dit was het gewoon. En ja, vorige week vrijdag was er dus geen vlog. Maar vanaf nu is het gewoon weer elke vrijdag een vlog. Ja, precies. Hoe lang? Wat hoe lang? Ik doe het echt al sinds ik zwanger ben heb ik geen ene dag gemist hoor. Dus niet cappen, schat. Oké, doei!